In verbondenheid herdenken we in stilte alle mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven verloren hebben. We herdenken allen die hun leven hebben gegeven, zodat wij hier en nu in vrijheid kunnen leven. Vrijheid vier met elkaar. Herdenken doe je met elkaar, want je denkt met elkaar aan het verleden. En je probeert te leren uit het verleden, dat doe je samen. En vrijheid is ook kijken naar elkaar en vrijheid is ook elkaar de vrijheid geven. En dat geldt ook voor herdenken. Maar helaas is het niet zo gegaan en brengt de coronacrisis ook die eigenlijk goed in het eten. En dat betekent helemaal alleen. En vrijheid alleen vieren is eigenlijk heel raar en herdenken alleen is nog veel merkwaardiger. Toen ik net hier stond, toen moest ik toch wel even denken aan, het is de laatste keer. En het is wel een hele bijzondere laatste keer, de 4 mei herdenking. Maar het heeft op mij een onuitwisbare indruk achtergelaten. En ik denk ook bij mensen die dit zien, dat het ook voor hen toch een onuitwisbare indruk achter zal laten. In de stilte spreekt de geschiedenis tot ons. In de stilte komen de verhalen tot leven. Verhalen die vertellen over een geschiedenis die we ver achter ons willen laten, maar tegelijkertijd niet kunnen en mogen vergeten. De 10 van Renesse, waar ik straks anjers heb gelegd, dat moeten we nooit vergeten. Die symboliseren de strijd voor vrijheid. En de strijd voor vrijheid, daar zijn we met elkaar voor gegaan en moeten we door blijven geven aan alle generaties die nog komen. Vandaag realiseer ik me meer dan ooit dat niets in het leven vanzelfsprekend is. Ik ben dankbaar voor onze vrijheid en het feit dat we mogen herdenken, ook al is het in aangepaste vorm. Dus de ambtsketen gaat zo dadelijk af en die gebruik ik nog aanstaande donderdag bij de laatste digitale raadsvergadering, want dan moet ik hem ook weer netjes om hebben. En dan is het vrijdag de laatste werkdag en dan 4 uur is het afgelopen. Dan is het de tas leeg naar huis en genieten van het pensioen.